Ja, Andries, jij ook. Fijne feestdagen, ja. En alvast de beste wensen, hè, voor het nieuwe jaar. Ja, tot ziens dan. Ook afgehandeld. Eindelijk een drankorgel zijn geld terug. Jezus, dat verhaal over die millenniumbug. En wat er allemaal mis kan gaan. Niet te geloven in de regering, maar optimistisch doen. Dag, André. Nog eens aan je pa en ma vragen. Gabriel, wat die ervan denken. Hang je er een beetje stevig in, kerel? Dat er dadelijk geen balletjes naar beneden donderen. O Jezus, straks kom ik niet van borstelen. Wat moet ik nou doen? Mevrouw van Borstelen weg? Oh, heb je dat opgevangen? Ja. Roy eist zo ongeveer dat ik erop zeg. Die vindt het belachelijk als ik er nog langer aanhoud. Ik weet het niet hoor. Kan ik het maken? Krijg ik het over mijn hart na al die jaren? Komt ze met de kerstexpress nog even met de was uit Almere? Moet ik hem meedelen? Blijf in januari maar weg. Het is waar, ze kan feitelijk niks, wat zij werken noemt. Een beetje aanflodderen. En ze ziet bijna niets meer, ze ziet niet zo goed en ze maakt dingen zoek en heeft last van duizelingen. Misschien is het voor haarzelf ook maar beter dat ze er nu eindelijk maar mee ophoudt. Maar ja, aan de andere kant, ze heeft het geld hard nodig. En dat werken van haar, ja, wat heb ik nou zelf in mijn leven gepresteerd? Een beetje vormgeving waar nu ook niemand meer op zit te wachten. Toch wil je nog een beetje aardig hebben, een beetje doorleven. Het is waar, ze heeft me altijd gesteund. Ze is altijd solidair met me geweest. Op haar manier is ze dol op me. En zoveel mensen die om me geven, heb ik nog weer niet. Bijna. Een leven ohne Liebe kannst du nicht. Was dat niet van Marlene Dietrich? Leben ohne Liebe kannst du nicht. Wenn man auch den Himmel dir verspricht. Kom nou eens bij Aldo, Gabriel, kom eens even bij. Je bent ook nog steeds niet helemaal happy, hè? Dat helpt allemaal niks, die therapie en de hele reut. Miep heeft gelijk, je komt tekort. Wij moeten elkaar maar een beetje troosten, jij en ik. Want ik hou heus van je. En jij houdt van Aldo, hè? Oh. Maar weer gauw verder met je boompje. Nee, Gabriel, loop eerst naar boven, geef je vader een kus. Je bent vannacht logeren bij Gijsbert. Je papa gaat straks naar Amerika. Nou, hop vooruit. Kloos en ik gaan nu even naar die kerstborrel op de zaak. Breng jij Gabriel dan even naar de Molen Broeks? Ja, dat is goed. Dat is heel prima voor hem dat hij even een nachtje ergens anders is. Overigens, Aldo, doe jij dat wel weer? Wat? Nou, zo fysiek zijn met Gabriel. Ik wilde niks achterzoeken hoor, maar liever niet als je begrijpt wat ik bedoel. Trichtje, je denkt toch niet dat je geen haar op mijn hoofd. Ik zeg het voor je eigen best wil, Aldo. Is dat Roy? Nee, die zit in Duitsland. Voor de feestdagen. Hè, wat ongezellig nou.